De succesvolle serie Anne Plus, waarvan tot nu toe 2 seizoenen verschenen, krijgt een vervolg in de bioscoop. De opnames gaan dit voorjaar van start, hebben producent Meryl Streep Films en distributeur Dutch Filmworks maandag bekendgemaakt. Tekst gaat verder onder advertentie: de film moet eind september in de bioscopen verschijnen. Het bioscoopvervolg wordt gemaakt door scenarist Maud Wiemeyer, regisseur Valerie Bischiro en hoofdrolspeler Hanna van Vliet, die ook de serie ontwikkelden. De serie Anne Plus vertelt over een studente, Hanna van Vliet, die terugdenkt aan alle liefdes tijdens haar studietijd. De reeks kreeg zowel binnen Nederland als in het buitenland lovende kritieken door onder andere de verfrissende stijl en queer-representatie. Zo werd Anne Plus 2 keer genomineerd voor een Prix Europa en geselecteerd door diverse internationale filmfestivals. In de speelfilm is Anne van plan om met haar grote liefde Sarah te emigreren naar Montreal. Maar vlak voordat ze weggaan, keurt haar uitgever het manuscript dat ze heeft ingediend voor haar eerste boek af. Wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? Noodgedwongen gaat Anne op zoek naar wat ze wil in het leven, want niet alleen haar hoofdpersonage lijkt te zijn afgedwaald. De eerste 2 seizoenen zijn te bekijken via een postdart. Vanaf 4 maart is de serie ook in zijn geheel te zien op Netflix in Nederland en voor het eerst ook in België. Buzzeletsblok, ADS.